Meldpunt ongebruikelijke transacties, oftewel Financial Intelligence Unit, zal witwaspraktijken aanpakken. Vereniging Rechtspositie Militairen is erkend in beleid van Defensie. Geen mega-overwinning voor de Republikeinen bij Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Van harte goedenavond, het is woensdag 9 november 2022. Ik presenteer u het STVS Avondjournaal. De Financial Intelligence Unit, de FIU, zal de wettelijke bevoegdheid krijgen om money laundering en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden. Dit heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie bekendgemaakt in de Nationale Assemblée. De verdere behandeling van de ontwerpwet houdende voorkoming en bestrijding van money laundering is gisteren gestart in het parlement. De hoofdtaken van FIU Suriname, zoals vastgelegd in artikel 2, lid 2 van de wet MOT, zijn het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van ongebruikelijke transacties om te bepalen of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven, voorzitter. 2. Conform artikel 22, lid C van deze wet is FIU Suriname tevens belast met het toezicht op de naleving van het anti-money laundering / counterfinanciering van terrorisme, wet en regelgeving voor de niet-financiële dienstverleners. De FIU is een van de instituten dat belast wordt met het monitoren van het anti-money laundering beleid. In navolging van het National Risk Assessment rapport dat Suriname in oktober 2021 heeft afgerond, moet de staat enkele wetten aanpassen en invoeren om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te voorkomen. Ter uitvoering van de hoofdtaken van de FIU zijn niet-financiële en financiële diensten verplicht melding te maken van ongebruikelijke transacties. Dit ontwerp, voorzitter, is een samenvoeging van de thans geldende wet MOT en WIT, aangescherpt met de laatste wijzigingen van de Financial Action Task Force aanbevelingen, met name een risicogeoriënteerde benadering van ML en TF, als ook nieuwe technologische ontwikkelingen. Eveneens wordt nadruk gelegd op de vierde evaluatie van Suriname, waarbij de implementatie van de huidige wet is getoetst. Ter voorkoming dat Suriname geblacklist wordt, is de aanpak van money laundering een nationale zaak. Dit is ook een van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force. De implementatie zal volgens de regering goed aansluiten op de corruptiebestrijding in Suriname. Het is nu de tijd om de nodige investeringen te plegen voor de overschakeling naar duurzame energie in Suriname. Dit zegt Dave Abbeleven, directeur van de Energieautoriteit Suriname, de EAS, tegenover de STVS Nieuwsdienst. Op 29 en 30 november wordt het eerste Regional en Suriname Renewable Energy Forum 2022 gehouden met als thema Our Future is Electric. Als we kijken naar wat we halen uit andere bronnen voor het opwekken van energie, zoals zonne-energie, dan zien we dat in Suriname op dit moment dat niet iets meer dan 1% is. Dat kan dus absoluut beter. En daarom dat we dit forum ook organiseren om vast te stellen waar staan we nu, wat zijn de initiatieven, wat zijn de ontwikkelingen, de uitdagingen, maar ook vooral, heel belangrijk, hoe kunnen we publieke en private initiatieven op elkaar afstemmen om zo die duurzame energieopwekking een boost te geven. Om dat ook een beetje op elkaar, met een, wat je men noemt met een mooi woord, synergie, samenwerken om zo ook dit stukje renewable energy verder vorm en inhoud te geven. Het forum is een initiatief van de EAS, de Suriname Energy Chamber en de Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency en maakt deel uit van de CARICOM Energiemaand. November is namelijk uitgeroepen tot Energiemaand om het bewustzijn met betrekking tot energieverbruik te vergroten en energiebesparende acties aan te moedigen. De omschakeling is belangrijk. We weten dat op dit moment, als we kijken naar de opwekking van elektriciteit, we redelijk goed renewables zijn. Want zeker minimaal
50% van de elektriciteit dat opgewekt wordt, komt van onze hydrodam. De rest wordt wel opgewekt met wat men noemt thermische energie, olie, het gebruik van HFO en diesel. Maar naarmate we verder gaan en we zien dus dat we al op het maximum zitten van wat we halen uit de dam, uit de hydrodam, en de vraag neemt toe in de komende jaren, betekent dus dat je die vraag moet opvangen. En als dat niet kan met hydro, betekent dat het moet op een andere manier gebeuren. Abeleven geeft verder aan dat het versterken van de inzet van Suriname om hernieuwbare energie te integreren als onderdeel van zijn energiematrix een urgente zaak is. Wereldwijd zien we ook dat autofabrikanten hebben aangegeven dat ze in de komende jaren meer en meer zullen afstappen van het produceren van conventionele auto's die werken op benzine en op diesel. Dat betekent Suriname zal ook daarin moeten meegaan. En als we dat willen doen en we willen gaan naar elektrificatie van de transportsector, want dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook waterstof, uiteraard, ja. Dan zal het betekenen dat we uiteraard het een en ander eerst gaan moeten doen in Suriname. Het ministerie van Defensie heeft geen problemen met de Vereniging Rechtspositie Militairen, de VRM. Minister Krishnamathura heeft dit vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Een goede relatie met de bond is van belang voor onder andere betere onderhandelingen over de knelpunten binnen het defensieapparaat. Als leger militaire gebruiken hebben, militaire regels hebben, van verhouding minderen tot meerdere, van eerbewijzen die we aan elkaar toekennen. En we hebben gezegd, er zijn nu militairen in de vakbond. En als u als vakbond optreedt, dan gaan we u als meneer en mevrouw bejegenen, want dan zijn we gelijkwaardige partners. Maar als u in uw hoedanigheid bent van werknemer, van korporaal of soldaat of officier, en u werkt, dan gaan we de militaire eerbewijzen en militaire gebruiken en de discipline zoals het hoort volgens de wet rechtspositie militairen ook in acht nemen. En dat is echt ook met elkaar afgesproken gisteren. Dus dat is, en we zijn eigenlijk in een gemoedelijke sfeer, hebben we deze afspraken gemaakt en we zijn ook verder, hebben we uitgebreid informatie verschaft met betrekking tot SZF, dus dat is het tweede punt. Dus wat ons betreft hebben we geen probleem met VRM. Wij hebben gezegd, buiten die 5 meetings die we per jaar gaan hebben, als er dringende zaken zijn waar ze vinden van, ja, daar is een knelpunt en dat vraagt om aandacht en oplossing, zijn onze deuren open. Maar dat is partnerschap, dat is samenwerken. En wat ons betreft, heb ik gezegd ook, we moeten het verschil uitmaken, laten we laten zien dat we als partners door één deur kunnen gaan. En dat we niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken. De bewindsvrouw is ook ingegaan op de vooruitzichten van de organisatie. Zo gaat het ministerie door middel van een solidariteitsfonds en de aanpassing van verschillende toelagen die de militairen hebben, de sociaal-maatschappelijke problemen aanpakken. Eigenlijk is het een van onze prioriteiten nu een overlijdens- en begrafenisfonds voor alle militairen. Zodat, en zoals de berekeningen liggen, dan moeten alle militairen zijn solidariteitsfonds, moet ik zeggen, waarbij elke militair x bedrag betaalt, elke maand. En bij elke overlijden gaan we uitkeren een bedrag van tussen de 25.000 en 30.000, denk ik, wat het zal worden. Ja, zodat de persoon in staat is om zijn geliefde een waardige uitvaart te geven. Nu weet dat de kosten zijn toegenomen en we zien dat mensen echt in financiële problemen komen. Dus dat is iets wat we ook doen. Bevelhebber Werner Kiwasen werkt samen met de minister aan verschillende bevorderingen. Dit nadat eerst met de VRM is gezorgd voor verdere scholing van de militairen. Daarnaast zullen de grondwettelijke taken van het Nationaal Leger te allen tijden uitgevoerd worden. Zo ook de jaarlijkse parade. In het geval van het Nationaal Leger is het weer iets anders.
Laat me dit ervan zeggen. Het moet duidelijk zijn dat er maar één gekozen bevoegd gezag is. En conform de grondwet zijn wij als Nationaal Leger verplicht ons loyaal op te stellen naar elk gekozen bevoegd gezag. Dat is de eerste duidelijkheid die men niet moet vergeten. Het is het gekozen bevoegd gezag dat aangeeft hoe het militair apparaat wordt ingezet of niet. Geen enkel ander bevoegd gezag, er is maar één. Ten tweede, ik weet niet of ik het gemist heb, maar er is maar één bevelhebber. Conform instructiebevelhebber wordt aangegeven dat ik het beheer heb over het personeel en materieel. En het is mijn verantwoordelijkheid om het strategisch en politiek beleid uit te voeren. Dus deelname aan parade is een opdracht die we hebben gehad van onze opperbevelhebber. Het is historisch en we gaan het uitvoeren. Ten tweede of ten derde, het is historisch. Een parade is eigenlijk een militair instrument. Dat moeten we niet vergeten. Dat gaan we jaarlijks blijven doen en ook dit jaar zal het ook zo zijn. Het personeel van de COVID-19 ondersteuningscallcenter en de epidemiologische afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de BOG, beschikt weer over een eigen werkruimte. Dit is mogelijk gemaakt door een schenking van oliemaatschappij Shell Global in het kader van hun Social Investment Project. In 2021 heeft BOG de Shell om hulp gevraagd in het voorzien van een tijdelijke huisvesting voor een deel van het personeel. Dit verzoek volgde na de brand op 30 juni 2021, die het kantoorgebouw waarin de twee afdelingen gehuisvest waren, verwoestte. Zonder de hulp van het bedrijfsleven en ook particulier, want zij ook individuen dus hebben geholpen, zouden we eigenlijk de respons kunnen hebben die we hebben gehad. COVID heeft alles overbrugd. Het heeft ons allemaal verrast. Het is nog niet weg, hoe weet je dat het nog niet weg is? Binnen het COVID gebeurde was 178 en later ook toen BOG begon te zwabben. Het zwabben op het BOG, want wij gingen de meeste mensen zwabben. En we hebben piekmomenten gehad, daar waar we eigenlijk bijna 1100 mensen per dag hebben gezwabben. Dat ruimte hebben gehad, vooral voor 178 en het zwabben in deze kermis was een welkom dat we niet hadden. En gelukkig, dankzij Shell, we bedanken Shell heel veel met SUFOSU. Want Shell zou een deel doen en een ander deel door SUFOSU. We zijn heel blij met deze gesten en we kijken uit naar, zoals Dave altijd zegt, er zijn veel meer mogelijkheden om met het bedrijfsleven te werken. We zijn contact in conclave met elkaar om te kijken hoe ze een biologie verder kunnen ondersteunen. Ook het Moongra Medisch Centrum, dat gezondheidszorg biedt aan de samenleving in het Westen, heeft een donatie gehad in de vorm van apparatuur voor de operatiekamer en de spoedeisende hulp. Wat ik vandaag in ontvangst mocht nemen is dus medisch apparatuur, waaronder dus defibrillatoren en andere accessoires. En u begrijpt, als we kijken naar de situatie waarin de zorgsector zich nu en de ziekenhuizen zich nu verkeren, als het gaat om een financiële crisis waarin we zitten, dan is het ook moeilijker voor ons als ziekenhuis om dus dan budgetten vrij te houden om dit soort apparatuur aan te schaffen of terwijl te vervangen. Dus vandaar zeker belangrijk dat er dus bedrijven zijn, organisaties zijn, die gehoor geven en zeggen van kijk, wij doneren graag. Want dit zullen we zeker goed gebruiken. Het is voor de gemeenschap van Nikeri. Shell-vertegenwoordiger Andrew Hepburn legt uit waarom de organisatie het verzoek van BOG en het MMC heeft gehonoreerd. Today here we're here to celebrate the partnership between BOG and Shell and the role that played in bringing Suriname to the end of its pandemic. We understood the urgency of those requests and as part of our commitment to supporting health and development in Suriname, we were very pleased to quickly incorporate that into our social investment strategy. De leiding van de Surinaamse Politiebond wordt morgen, donderdag 10 november, ontvangen door president Chandrika Persat Santokhi. De voorzitter van de bond, inspecteur Milando Atompai, bevestigt dit. Hij had eerder op de dag een telefonisch onderhoud met president Santokhi, die nu participeert aan de klimaatconferentie in Egypte. Aan de STVS Nieuwsdienst deelt de bondsvoorzitter het volgende mee. Meneer Atompai, vandaag is de tweede dag waarop de politiebond met haar leden in actie is. Wat is momenteel de stand van zaken en door wie worden de politiebureaus bemand op dit moment? De politiemensen zijn wel aan het werk, alleen rijden we niet uit, we nemen geen aangiftes op. De motorsurveillance dienst die doet met niets mee
En de RWT-diensten die werken ook niet. En stroopwapenafdeling ook niet. U bent vandaag dus ook weer met de leden naar DNA getogen. Bent u ontvangen door een delegatie van voorzitter B of de overige DNA-leden? Hoe zit het hiermee? Dus de verschillende DNA-leden hebben ons toegesproken. Dat is het. En de mensen hebben bepaald om morgen door te gaan met de actie. We waren vandaag in vergadering daar en men heeft bepaald om door te gaan met de actie. En heeft u ook een gesprek gehad met de waarnemend president, meneer Brunswijk? De waarnemend president heeft gevraagd om geduld te betrachten om dat zaakje te bespreken met de president die morgen komt. Oké, dus u hebt ook een gesprek gehad met de president zelfs vandaag? Jawel, jawel. En hoe is dat verlopen? Nou, de president heeft gevraagd om orde en rust te betrachten. Om voor orde en rust te zorgen dat hij morgen komt en de bond morgen gelijk wil ontvangen. Als u kijkt naar de stand van zaken, hoe denkt u dat dit zich verder zal ontwikkelen? Ik wil niet denken wat zich zal ontwikkelen. Het moet zichzelf ontwikkelen zoals het zich moet ontwikkelen. En het ligt aan de regering om te doen wat men wil doen. Om als uitslag te krijgen wat zij als uitslag willen hebben. Ik ben niet degene om te denken. Vanuit bepaalde hoeken van de samenleving zijn er toch wel opmerkingen zoals ja, de veiligheid van het land is uw verantwoordelijkheid. Hoe reageert u hierop? Dat is meer dan duidelijk. Als vakorganisatie hebben we ook een verantwoordelijkheid en daarvoor hebben we altijd gewacht en dat zal ook zo blijven. Daarom hebben we ook niet alle diensten één keer eruit gehaald. En daarom hebben we ook in het prille begin ook als vakbond ook niet in actie gekomen. Maar als men met ontslag komt, betekent dat we geen andere keuze hebben. En tot slot, u hebt dus aangegeven, als er zal morgen een gesprek zijn met de president. Is er al vastgesteld hoe laat dit zal plaatsvinden? Nee, dat spreken we morgenochtend af. Tot zover het Nationaal Nieuws. Na de reclame, de internationale berichten.